Wauw, zo snel kan het gaan met een gebouw. De tijdelijke rechtbank, 6 jaar geleden gebouwd en nu in een paar maanden tijd afgebroken. En is dat dan zonde van al het beton en metaal en al die materialen en grondstoffen? Nee, want het gebouw is er nog steeds. Het ligt opgestapeld in een opslag en het krijgt straks een nieuw leven in Enschede. Daar wordt het een bedrijfsverzamelgebouw. Vandaag is een heel mooi moment. Vandaag gaan we de eerste bout losdraaien, de eerste moer losdraaien van het gebouw. Dat betekent dat we nu echt uit elkaar gaan halen. We wilden voorkomen dat er heel veel materiaal en geld verspild zou worden. Dus is eigenlijk de oplossing gekomen om circulair te gaan. Het unieke van dit gebouw is dat het is neergezet om weer uit elkaar gehaald te kunnen worden. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werd hier een constructie neergezet die aan alle eisen van veiligheid, stevigheid en comfort moest voldoen voor een rechtbank. Terwijl het eindresultaat ook weer gedemonteerd kon worden. En dat is gelukt. Nou, de tapijt kun je dus één op één meenemen. Maar dat geldt ook voor de toiletbrillen. Heel veel kleine details zoals de sifonnetjes. De beugels voor het invalide toilet. Die gaan gewoon domweg mee naar Enschede. In de circulaire bouweconomie van de toekomst wordt de traditionele sloper dus steeds meer een verzamelaar van onderdelen. Elementen die steeds weer een nieuwe bestemming krijgen. En dat heeft impact op de hele bouwketen. Van ontwerp tot de manier van samenwerking, tot demontage en transport. We hebben hier de hele gevel van het gebouw. Is van een houtskeletbouw. Allemaal biobased materialen. Hoe zet je je glas in je gevel? Hoe zet je je gevel tegen je hoofddraagstructuur aan? Hoe leg je je vloer op je kolommen en op je balken? Dit is in Nederland het eerste echte voorbeeld van circulair bouwen, demonteren en opnieuw realiseren. En hier zien we straks, als ze klaar zijn, alleen nog de fingerprint van een gebouw. En als je dat vergelijkt met de enorme CO2-voetafdruk die we in de wereld decennia lang hebben veroorzaakt met traditioneel bouwen, hoeveel mooier is dit? We nemen in principe het hele gebouw gewoon één op één mee. Dus alle materialen. En dat betekent dat we heel precies elke kanaalplaat die we hier uithalen op exact dezelfde plek weer moeten terugplinnen in het nieuwe werk. We rijden nu met 30 ton aan betondelen naar Enschede. En straks gaan we in Enschede weer vieren dat het daar weer gemonteerd wordt en dat we het daar ook in gebruik gaan nemen. Nou, op naar de openingsborrel van hetzelfde gebouw op een andere plek. En we zijn er super trots op met alle partners die in het project hebben samengewerkt. Helemaal top.